Goedemiddag, weer een video van Tegen die Bos. We zijn in het dorp Dinxperlo aan de Duitse grens, waar we een pallet cv-ketel geplaatst hebben in een woning. Een woning die wordt nu door pallets gestookt en niet meer op aardgas. Het is volledig vrij van het aardgasnet. Aanleiding voor deze omschakeling op pelletbrandstof is een verhuizing en een verkoop van deze woning. Nieuw bewoners worden groener. Wat hier gebeurd is dus een pelletketel in de kelder geplaatst. De subsidie is ook een van de belangrijke doorslaggevende zaken in deze investering geweest. Er wordt €3200 subsidie verleend door de overheid. En ja, dat is voor veel mensen een stimulans om een pelletketel aan te schaffen. De pelletketel die staat in de kelder gemonteerd. Er is een buffer gemonteerd. Daar komt warm water uit voor de sanitair en deze buffer die zorgt ook voor de verwarmingsinstallatie die aangestuurd wordt.